Hallo allemaal, vandaag ga ik aan jullie laten zien wat ik allemaal dit jaar voor kerst heb gekregen. En het is best veel en het zijn er vooral hele random dingen, maar ik denk dat dit soort video's altijd wel leuk zijn om te kijken. Ik begin met mijn schoonfamilie, want daar hebben wij loodjes getrokken zoals elk jaar. En dit jaar moest mijn schoonbroer cadeautjes voor me kopen. Bij dit soort dingen vind ik het altijd lastig, überhaupt altijd, om te bedenken van wat wil ik eigenlijk als cadeautje. Want meestal, als ik het heel graag wil, dan koop ik het ook voor mezelf. Dus ik weet niet hoe ik er precies op kwam. Ik zag het ook ergens en ik dacht van, oh ja, dat boek wilde ik ook heel graag hebben. De Facepaint van Lizzie Eldridge. En voor degene die het niet weet, Lizzie Eldridge is een hele bekende, hele succesvolle make-up artist. Uit Engeland en zij heeft een boek geschreven over geschiedenis van make-up. Super interessant, het schijnt echt een boek te zijn wat je niet per se als boek zeg maar in één keer uit hoeft te lezen. Maar echt een boek wat je erbij pakt om even inspiratie op te doen, gewoon eventjes wat dingetjes terug te lezen. Het schijnt super interessant te zijn. Ik heb er eventjes doorheen gebladerd, het ziet er echt heel gaaf uit. Dus ik ben echt heel blij dat ik hem eindelijk heb en dan kan ik er goed even voor gaan zitten. En ik denk dat hij eigenlijk binnenkort zo achter mij belandt. Ook heb ik van mijn schoonbroer, maar eigenlijk heeft mijn schoonzusje het natuurlijk voor me gekocht, nog een Inkblot oogschaduw gekocht of gekregen. Dit is nummer 31 en deze heb ik nog niet. En dat is op zich wel verrassend, want ik heb al zoveel oogschaduws van Inkblot. Maar deze is echt zo ontzettend mooi. Het is een beetje een soort van beige tint met hele kleine shimmertjes. Ik hoop dat jullie het een beetje goed kunnen zien. Echt een prachtige kleur en ik kan niet wachten om hem te gaan gebruiken. Oké, dan ga ik beginnen met cadeautjes van mijn ouders en van Jeroen. Nou ja, met mijn ouders vieren we het eigenlijk altijd op de kerstavond. En dan ja, koopt iedereen eigenlijk voor iedereen een beetje. Dus het is best wel altijd een overvolle zak en cadeautjes wat we mee naar huis meenemen. Maar ik ga denk ik eerst eventjes beginnen met cadeautjes van Jeroen. Want die heeft me met zijn make-up kennis best wel verbaasd dit jaar. En Jeroen koopt eigenlijk altijd wel, vaak wel beauty spulletjes van mij. Omdat hij weet dat hij mij daar echt wel goed mee kan verrassen. En meestal ook wel wat luxere dingetjes. En dit jaar heb ik dit setje van Clinique gekregen. Ik vind het ook zo schattig, want hij ging dus, vertelde die, naar Ici Paris, ergens volgens mij bij Den Haag of Schiphol. En hij wilde per se een setje voor mij hebben, maar eentje, hij vroeg ook echt aan de kassa van, maar is het er eentje die niet zo heel lang geleden is uitgekomen, want anders ben ik bang dat ze het al heeft. Een super schattige Clinique setje met allemaal chubby producten. Daarin zitten zo'n chubby eyeshadow stick, een hele mooie taupe kleur. Een chubby mascara, deze heb ik nog niet eerder geprobeerd. En ik heb hem nu 2 dagen gebruikt, ook vandaag. En ik vind het resultaat echt super mooi. Dan heb ik nog een chubby blush gekregen. Deze is ja, echt een hele mooie. Ik hou van die oudroze tinten. Tot slot nog zo'n gekleurde lippenbalm. Ook weer zo'n chubby variant. En dan, waar eigenlijk zeg maar Jeroen mij het meest mee verrast heeft, was dit. Want dit had ik zo niet verwacht. Solstice? Ja, paletten van Sleek. En toen ik het zag, zei ik tegen Jeroen van, wow, weet je wel wat je voor mij gekocht hebt? Hij zegt, ja, ik vond het wel een mooie paletten. En je zei laatst dat je juist gek was op paletten. Toen zei ze aan de kassa dat ik wel een hele goede keuze heb gemaakt. En dat klopt ook. Want de Solstice paletten van Sleek, die zijn zo ontzettend populair. En ik zat er zelf te twijfelen om deze paletten aan te schaffen. Maar het is dus een hele, hele, hele mooie highlighter paletten. En echt, dit is zo'n gehyped product in Beautyland. En er zit dus één cream highlighter en de rest is poeder highlighter. Ik was dus zeker benieuwd naar zo'n lila highlighter. Dat hij het voor mij gekocht heeft. Ik was echt stom verbaasd en nog steeds. Ik ben er echt heel erg blij mee. Oké, dan ga ik even wat random producten eruit pakken. Van mijn ouders kregen we zo'n set met kaarsen. Dat zijn van die kaarsen op batterijtjes. En dat is op zich wel handig met kleine kindjes, want dan kan je ze gewoon neerzetten. Dus ze worden verder niet warm of wat dan ook. Dus je kan ze gewoon laten branden. Van Jeroen was ik ook helemaal vergeten hoor. Om te laten zien krijg ik ook nog deze kerfbal. En in het balletje zat dit nagellakje van Only You. Super leuk, zag het er überhaupt uit. Volgens mij heeft hij mij al eerder deze kleur gegeven. Hij is echt heel erg mooi, heel erg feestelijk. Maar goed, waarschijnlijk heb ik het dus wel in mijn collectie. Maar het maakt helemaal niet uit, want ik vind het echt een hele, hele mooie kleur. Zeker voor het najaar. Van mijn moeder kreeg ik nog dit parfum van Guess. En dat is best wel een grote fles. En dat schijnt via zo'n website te hebben gekocht. Waar je best wel hoge korting op parfum kreeg. Ik heb dit parfum ook al eerder gehad. Alleen wel echt een paar jaar geleden. Persoonlijk vind ik Guess iets meer voor hele jonge dames. Nou voel ik mezelf ook weer geen oud wijf. Maar weet je, als ik 10 jaar jonger was, dan was dit waarschijnlijk mijn dagelijks parfum. En voor nu is het gewoon een makkelijk parfum voor elke dag. Ook heb ik een setje van Knijp gekregen met allemaal douchegels. En voor wat betreft Knijp was het eigenlijk best wel een grappige situatie. Want ik had van mijn stiefvader en van mijn moeder ook een setje van Knijp gekocht.
En mijn moeder had dus voor mij en voor Jeroen ook een zetje van Knijp gekocht. Dus we hadden uiteindelijk zoiets van, nou volgens mij heeft Knijp eigenlijk best wel goede zaken vanavond gedaan. Dus nou, in ieder geval altijd heerlijk hoor. Die douchegels van Knijp, die komen altijd wel goed van pas. Ook heb ik van mijn moeder nog een leuk truitje gekregen. En ik weet niet wat er van te zien zal zijn, maar het bevat in ieder geval allemaal van die zilveren dingetjes. Er moet wel echt een shirtje onder, want anders is het best wel doorzichtig. Het heeft zo'n mouwtjes met zo'n gat zeg maar op de schouders. Echt super mooi. Ook heb ik van mijn moeder nog een nachthemd gekregen. Het is zo eentje en het loopt verder gewoon door. Streepjes, dus altijd goed. En dan dit. Dit is dus zo'n juwelendoosje en het lijkt op een boek. En mijn moeder die had zoiets van, in je kleedkamer, dat is dus de kamer waar ik in film ook, zegt alles is wit bij jullie, dus dan past zo'n zilveren doos er wel mooi bij. En daar ben ik eigenlijk helemaal mee eens. Mijn sieraad bewaar ik nu een beetje in stomme bakjes en zo. Dit vind ik dan wel een stukje mooier, zeg maar. Kijk, het is ook helemaal blauw van binnen. En het is behoorlijk kitsch natuurlijk, maar ik vind het wel mooi. Want ik bedoel, ik heb ook niet heel veel sieraden, ik draag ook bijna geen sieraden, maar... ik heb er best veel van. Dus dan is het ook best wel leuk om het op die manier op te bergen. En het kan hier zelfs op slot. Dus ja, dat is wel heel leuk. Ik krijg van mijn ouders eigenlijk ook al altijd een lingerie setje met kerst. En ook dit jaar heb ik er een aantal van gekregen. Allereerst zo'n mooie rode, een zwart-witte. En een hele mooie, beetje nude kanten gebeuren. Dus heel erg mooi. Waar ik vooral ontzettend blij mee ben, is een sport BH. Want deze vond ik wel eigenlijk heel stoer. En ik wilde al een tijdje sport BH kopen, omdat ik nu best wel vaak sport. Maar op een of andere manier, ik weet het niet. Het is ook niet iets waar je, wat je met heel veel plezier en heel veel zin gaat kopen op een of andere manier. Dus ja, ik ben blij dat mijn moeder er wel aan gedacht heeft. Ook heb ik van mijn ouders een selfie stick gekregen. Straks als we op vakantie gaan, ook in de zomer. Dat is misschien wel handig om deze mee te nemen. Want dan kan je wat mooier zeg maar, met z'n drietjes op de foto staan. Dus ik denk dat ik hem gewoon moet gebruiken. Want zo'n ding is ook gewoon handig. Het is gewoon een kwestie van wennen. Maar ik heb hem al een keer geprobeerd voor de avond zelf. Op zich werkt heel makkelijk. Mijn moeder heeft ook deze aan mij gegeven. En ik vind hem echt super mooi. Ik moet heel eerlijk zeggen, echt iets om mijn nek draag ik bijna nooit. Nou zeg maar nooit. Alleen met speciale gelegenheden. En zoiets vind ik dan wel heel cool. En ook omdat het zwart is. En ik ben best wel van de donkere kleuren. Dit staat natuurlijk heel charmant hierbij. Maar goed. Van Jeroen heb ik ook nog trouwens iets gekregen. En dat is echt super leuk. Hij was dus samen met de kleine een keer de stad in geweest. Om een cadeautje voor mij te zoeken. En ze hebben uiteindelijk heel lang gezocht. En uiteindelijk heeft hij dit voor mij bij de Bijenkorf gekocht. En dit is dus van Pip Studio. Dit zijn twee hele mooie mokken. En dat is dus deze. En we hebben in de keuken al twee mokken van Pip Studio staan. Ze zijn echt al vrij oud. Maar we vonden ze eigenlijk vanaf het begin al heel erg mooi. Dus de opdracht van Jeroen was ook om even in onze mokkenkast. Ja, dat hebben wij. Eventjes wat op te ruimen en de oude mokken weg te doen. Zodat deze twee hele mooie mokken weer erin konden. Dus ja, ik ben er heel blij mee. Ik weet nog niet zo goed wat ik met de opdracht moet, maar komt vast wel goed. En dat was het eigenlijk. Ik heb ook nog wel, zeg maar, ook een paar cadeautjes van mijn oma uit Rusland meegekregen. Zoals bijvoorbeeld deze snijplank. Maar ik dacht, ja, ik weet niet of jullie al die Russische dingen wat zeggen, dus dat laat ik maar niet zien. Maar ja, dat was het eigenlijk. Dat waren mijn kerstcadeautjes en nogmaals, best wel random, maar ik ben er echt ontzettend blij mee. Ik hoop dat je deze video dus ook leuk vond, dus doe ja, daar alsjeblieft een duimpje omhoog. Vergeet je ook niet te abonneren op mijn kanaal, dat is helemaal gratis natuurlijk. En ik zie jullie in de volgende video weer. Dankjewel, doeg!